Hi, goedemorgen allemaal. Welkom bij ons webinar. Wacht nog heel eventjes tot iedereen binnendruppelt, maar ik zal mezelf alvast even voorstellen. Mijn naam is Davy, ik ben Customer Success Manager bij Leadinfo. En dat houdt eigenlijk in dat we vanuit Customer Success continu bezig zijn om te zorgen en te helpen dat onze klanten Leadinfo echt optimaal kunnen inzetten als leadgeneratietool. En dat is ook precies de insteek van vandaag. De vraag die wij regelmatig krijgen is, nou, als gebruiker van Leadinfo heb je natuurlijk toegang tot het account en kun je alle mooie leads zien, maar what is next? Deze vraag komt regelmatig naar boven, omdat er toch een aantal strategieën lastig te blijken en wat vragen zijn over hoe kun je die opvolging nou goed oppakken. En dat is ook echt de insteek van vandaag. Deze webinar zal zich voornamelijk richten op hoe je Leadinfo kan inzetten vanuit sales. En hoe je met je sales team dus goed lead kan kwalificeren en de juiste opvolging hieraan kan toepassen. Mijn collega Guus die zit in de chat. Dus mocht je vragen hebben, voel je die allemaal vrij in de chat te sturen. Dan zal hij ze beantwoorden. Aan het einde is er ook nog een Q&A. Dus mocht er wat dingen gemist hebben, dan zorgen we aan het einde dat alles ook nog hierin wordt meegenomen. In ieder geval al welkom allemaal en laten we van start gaan. Wat in ieder geval belangrijk is, is op het moment dat je over de opvolging gaat nadenken, zit daar nog een stap voor. En dat is, hoe ga je Leadinfo inzetten? Je hebt drie manieren van werken. En het is eigenlijk belangrijk om in eerste instantie dat goed uitgepluist te hebben, goed ingericht te hebben, hoe je er uiteindelijk erin wilt gaan werken, om vanuit daar ruimte te vinden om na te denken over de opvolging. Ik zal eerst een stukje kort vertellen over wat wij doen, en dan gaan we vanuit daar er verder in duiken. Leadinfo is een leadgeneratiesoftware en dat houdt in dat wij herkennen welke zakelijke bezoekers er op jouw website komen. Er wordt een stukje trackingcode op je website geplaatst. Nou, de meeste van jullie zullen allemaal bekend zijn met onze software. En heb je uiteindelijk een inbox waarin je zelf kunt zien welke bedrijven op jouw website terechtkomen, hoe ze zich gedragen en ook informatie om deze bedrijven te kunnen benaderen. Nou, vervolgens heb je een aantal verschillende manieren hoe je dat kan gaan aanpakken. Er zijn drie opties. Zijn jullie gewend om vanuit het CRM-systeem te werken intern? Dan raad ik zeker aan om Leadinfo te verbinden met jouw CRM-systeem. Zo kun je het stukje kwalificeren van leads automatiseren en automatisch ook doorsturen naar je CRM om vanuit daar de opvolging te pakken. Dit helpt enorm omdat je daardoor niet een extra software hebt waar sales zich in moet gaan storten en kunnen ze alles vanuit hun huidige manier van werken oppakken. De meeste CRM-integraties kun je ook automatisch deals of taken koppelen, zodat je vanuit daar eigenlijk op de hoogte wordt gehouden. De andere optie die je hebt is het werken vanuit je mailbox. Je kunt rapportages aanmaken in Leadinfo om op die manier dagelijks of wekelijks op de hoogte te worden gehouden van de interessante websitebezoekers. En zo via bijvoorbeeld Excel-bestandjes in deze rapportages kun je de opvolging ook opnemen. En de laatste optie is vanuit Leadinfo zelf. Je kunt je als gebruiker toevoegen aan jullie account en op die manier krijg je gewoon inzicht in de inbox met daarin alle informatie van de leads. Het belangrijkste is wel, vanuit alle verschillende manieren van werken, is dat je goed gaat kwalificeren. En dat gebeurt ook altijd vanuit Leadinfo. In Leadinfo maak je je triggers aan om te zorgen dat je de interessante bedrijven of doorstuurt naar je mail of naar je CRM, of dat je ze beter inzichtelijk maakt in de inbox om daarop te kunnen focussen. Nou, hoe doe je dat? Ik zal het even kort laten zien. Dit is de inbox bij ons. Op het moment dat je Leadinfo opent, dan kom je hier terecht en zie je eigenlijk meteen het overzicht van alle bedrijven die er op de website komen. Nou, het stukje kwalificatie, dat speelt zich voornamelijk af binnen triggers. Triggers zijn namelijk de regels die jij bepaalt waar een websitebezoeker aan moet voldoen. En op basis daarvan kun je bepaalde acties laten plaatsvinden. Je hebt een aantal opties. Ik zal ze niet volledig helemaal uitgebreid gaan toelichten, de triggerfunctie. Maar je kunt het op basis van bedrijfseigenschappen doen, op basis van gedrag of op basis van de manier hoe ze bij jullie op de website zijn gekomen. Wil je meer weten over hoe de triggerfuncties werken binnen Leadinfo, dan laat ik het zeker aan om ook even onze productdemo te kijken. Aan het eind van deze webinar sturen we ook even een video toe en daar zal ik ook de link van de productdemo met jullie delen. Zodra je triggers hebt staan, kun je daar automatisch labels aan toevoegen. Je kunt hem doorsturen naar je CRM of je kunt ze dupliceren als een rapportage. Ik wil jullie ook alvast meenemen in een kleine sneak preview over onze nieuwe functie. Deze zal komende maand nog gelanceerd worden en dat is Leadinfo Segments. Dan gaan we even hierheen. Dit is namelijk de nieuwe inbox.
We gaan de triggerfunctie combineren met de inbox, waardoor je wat makkelijker filters en segmenten kan gaan bouwen binnen Leadinfo zelf. Dit is voornamelijk nuttig als je met meerdere salespersonen vanuit Leadinfo gaat werken en als je de bedrijven op een bepaalde manier onderling verdeeld hebt. Mocht dat bijvoorbeeld op regio zijn of op branche, dan kun je eenvoudig segmenten maken voor de juiste collega, zodat je enkel op dat segment hoeft te filteren en van een goed overzicht krijgt van de interessante leads. Hoe dat werkt is, je klikt op filters, hier kun je de periode toevoegen. Zo kun je ook verbinding maken met dat een bedrijf een bepaald gedrag getoond moet hebben in een specifieke periode. Of je kunt zeggen, nou, ik wil het altijd. En vervolgens voeg je hier je regels toe van jouw segment. Dat kan dus op basis van branches, van bedrijfseigenschappen of ook weer op het gedrag wat getoond wordt. Nou, zo kunnen we bijvoorbeeld zeggen, nou, pagina's meer dan 3 bezocht. Ik kan mijn filter verder uitbouwen en vervolgens het segment opslaan. Het prettige is hiervan, dan hoef ik enkel nog op mijn segment te filteren en dan zie ik dit altijd enkel het overzicht van de bedrijven die aan deze regels voldoen. Je kunt ook eenvoudig een segment dupliceren als een rapportage, zodat je alsnog ook via de mail op de hoogte wordt gehouden. Zodra deze functie live komt te staan, zal er een uitgebreide video in de portal naar boven komen met meer uitleg over hoe je slimme filters en segmenten bouwt. Nou, hierna komt dus de opvolging. Zodra je binnen Leadinfo alle stappen hebt doorlopen om de juiste bedrijven te filteren en eigenlijk te zorgen dat je een goed overzicht hebt van de relevante websitebezoekers die je ook kunt converteren, komt de opvolging. De opvolging kan op verschillende manieren ingezet worden. Zo kan het bijvoorbeeld telefonisch, via LinkedIn of via e-mail. En is het eigenlijk belangrijk om te kijken wat voor type bedrijf welke opvolging nodig heeft. Er zijn een aantal dingen waar je goed op moet letten. Eén is, wat zijn jullie gewend binnen jullie organisatie en branche waarin jullie actief zijn? Is bijvoorbeeld LinkedIn een veelgebruikt medium, dan kun je daar zeker mee aan de slag gaan. Maar is dat niet zo bekend binnen de branche, dan zou ik adviseren om het telefonisch op te pakken. Ik zal alle drie de mogelijkheden even wat dieper bespreken en ook de do's en don'ts. Daarnaast nog wat voorbeelden van hoe andere bedrijven het slim inzetten. Telefonisch, zo'n opvolging werkt in de meeste gevallen, kun je daar het meeste uithalen. Er zijn wel een aantal belangrijke punten die je moet meenemen op het moment dat je telefonisch contact gaat opnemen met een van de bezoekers. En de eerste is, vind de juiste contactpersoon. Dat hoeft niet altijd de persoon te zijn geweest die de website heeft bezocht, maar wel de persoon die jij nodig hebt om jouw dienst of service te kunnen verlenen. Wat daarin heel erg helpt, zijn de LinkedIn-contacten. Ik zal je een voorbeeld even geven. Op het moment dat je ziet dat een bedrijf jouw website heeft bezocht, even gisteren erbij, bijvoorbeeld deze, dan zul je bij de meeste ook LinkedIn-contacten zien. Dit zijn de personen die werkzaam zijn bij het bedrijf, met eventueel ook e-mailadressen en functietitels. Dit helpt in ieder geval als jij weet van, nou, ik heb altijd een HR-manager nodig. Dan kun je hier eenvoudig op filteren. Nou, human research, dan moet ik bij Nadia zijn. En dan weet je ook, heb je eigenlijk de naam om voorbij de eerste gatekeeper te komen wanneer je het contact gaat opnemen. Ook kun je hier eenvoudig doorklikken naar LinkedIn om te zien of er iets specifieks mee aan de hand is of wat speelt binnen die organisatie. En kun je bijvoorbeeld ook eerst een contactverzoek sturen als je liever niet wilt starten met telefonische opvolging. Oh. Nou, de andere opties zijn bekijken ook welke pagina's ze bekeken hebben. Binnen de paginaweergave kun je zien of ze naar bepaalde producten of bepaalde onderdelen van jullie dienst hebben gezocht. En dat helpt je ook om het gesprek goed in te steken. Te weten waar ligt de interesse bij deze bezoeker. Klik vervolgens ook door naar de website, naar blogs, naar nieuwspagina's om een goed beeld te hebben van wat er nou binnen die organisatie speelt en waarom ze jullie website bezocht hebben. En baseer je sales pitch vervolgens op die interesse die ze getoond hebben. Dus dat kan een combinatie zijn van het gedrag wat ze zien met bijvoorbeeld dat je weet dat er in de organisatie of in een branche iets speelt wat voor alle bedrijven geldt. Dit zijn eigenlijk de belangrijke do's en de don'ts er, dus ga niet op zoek naar de websitebezoeker. Op het moment dat je zo je belletje insteekt, dan staakt het vaak heel snel. Want je weet niet precies wie dat is geweest. En of dat ook uiteindelijk de persoon is die je nodig hebt om je dienst te kunnen verkopen. Wij adviseren ook om niet te benoemen dat je een website, dat zij een websitebezoek hebben gedaan aan jouw site. We doen het zelf wel, maar dat is natuurlijk ook precies de dienst die wij verkopen.
Maar wij merken vaak voor onze eigen klanten, dus op het moment dat zij gaan bellen met, hey, is dat op mijn website, dan schrikt dat toch nog af. Dat geeft best een Big Brother gevoel en het is ook niet relevant voor de andere kant van de partij. Het is echt belangrijk om altijd te bellen met een reden, want die persoon weet dat hij de website heeft bezocht en zal 9 van de 10 keer ook aangeven, nou, als ik vragen heb, dan weet ik jullie wel te vinden, dat is verder niet nodig. Dus zorg echt dat het belletje wat je doet ook relevant is en dat je erin van toegevoegde waarde bent. Een aantal voorbeelden hiervan die ik wil delen zijn over een klant van ons die in de employee engagement software zit en over hoe mijn eigen collega's van het Outbound Partner programma dit oppakken. Wat zij namelijk doen is van het eerste voorbeeld, zij gebruiken heel erg LinkedIn om goed de benadering telefonisch op te kunnen pakken. Dus in eerste instantie klikken zij door binnen LinkedIn om te zien, hebben ze recent iemand nieuw aangenomen? Want dit bedrijf biedt namelijk een software voor medewerkers tevredenheid. Dus zij kijken naar wie is er recent nieuw aangenomen. Vervolgens starten zij het gesprek door te zoeken naar de HR-manager en daar gaan ze voor bellen. Zodra ze die aan de lijn krijgen, hebben ze een aantal manieren hoe ze dat gesprek beginnen, maar meestal is het eigenlijk met de voorbeelden die hier ook staan. Nou, ik zag dat Lisa laatst aangenomen was op de marketing. Hoe gaat dat daar nu mee? Hoe is dat hele proces verlopen? Zijn er bepaalde dingen? Op het moment eigenlijk dat je zo het gesprek instart, dan merk je vaak dat degene eigenlijk gaat praten. En dan wachten zij op het juiste moment om in te haken, om ook relevant te zijn. En hoe ze dat doen eigenlijk is om het bruggetje te maken naar hun eigen oplossing. Door aan te geven, nou, je hebt best wel veel tijd en resource geïnvesteerd om deze persoon binnen te haken. Super tof dat dat natuurlijk is gelukt. Maar hoe zorg je dat hij gelukkig blijft? En hoe zorg je dat je hem daarin onboord kan houden? En dan wordt het gesprek meteen relevant. Daar is natuurlijk al een zaadje geplant, want dit bedrijf heeft jouw website al bezocht. Dus je weet, ze zijn daarover na aan het denken. En op het moment dat zij het op deze manier insteken, dan halen zij heel veel uit die belletjes. Nou, dat is een eerste voorbeeld. De andere die ik graag met jullie wil delen is die van ons eigen partnerprogramma. Wij werken heel veel met marketingbureaus samen. En op het moment dat wij een interessant bureau zien dat onze website bezoekt, dan kijken we eigenlijk eerst van, zitten daar ook bureaus in de omgeving waar we al mee werken? Nou, vaak is dat zo en dan gaan wij ook op bellen. Wij bellen altijd voor de marketingmanager. Dus in dit geval zoeken we weer binnen die LinkedIn-contacten wie is hier het hoofd van de marketing. Zodra we die persoon dan aan de lijn krijgen, beginnen wij met name dropping. Dus wij starten echt het gesprek met, wij waren pas op bezoek bij bureau X. Super tof, ik zag dat jullie daar aan de hoek zaten. Zijn jullie ook al bezig met het vraagstuk lead generatie? Dat antwoord is bijna altijd ja, want ze hebben dus ook onze website al bezocht. En het geeft meteen een stukje autoriteit. Wat wij gemerkt hebben namelijk, is dat marketingbureaus onderling elkaar best goed kennen. Zeker als ze in hetzelfde gebied ook opereren. En dan merk je vaak dat ze toch het gevoel hebben van, hey, de buren zijn hier al mee bezig. Wij willen ook niet achterblijven en moeten ons zeker meer gaan verdiepen in die opties tot online lead generatie. Dus dat is ook een ander voorbeeld van het juiste haakje. Op het moment dat je telefonische opvolging gaat oppakken, raden wij dus zeker aan om even goed zelf na te denken van hoe kun je jouw type klanten activeren. Jullie kennen je klanten daarin beter dan wij. En daar zijn je echt experten om goed te kijken van, nou, wat zorgt er nou voor dat je relevant bent voor jullie klanten en dat je daar echt toegevoegde waarde kan leveren. Daarnaast heb je ook nog opvolging via de mail. Dat kan handmatig. Hoe je dat het beste kan doen is ook via de lead-info-contacten. Dus ook weer hier heb je de opties om direct door te mailen. Als je op deze knop klikt, word je ook naar jouw mail verstuurd en kun je meteen contact opnemen met die persoon die jij nodig hebt. En wat ik daarin wel adviseer is, maak verschillende templates voor type mails. Heb je bijvoorbeeld een eerste mail of zorg dan dat je daarin ook relevant bent. Dus pas personalisatie toe. Je kunt dat verdelen bijvoorbeeld op branches, zodat je ook in je gesprek in de template weer in kan gaan op de branche waar iemand actief is. Dus voor onze manier kunnen wij dan ook aangeven, nou, ben jij als bureau ook op zoek naar lead generatie tools binnen en dan volgens je regio? Dat zijn allerlei opties hoe je slim zo'n e-mail kan opstellen. Ga je dit handmatig doen, raad ik zeker aan om templates te gebruiken om het een stuk makkelijker te maken en zodat je het ook meetbaar kan maken. Belangrijk qua meetbaarheid is bijvoorbeeld om te gaan werken met bepaalde landingspagina's in je mails, zodat je weet dat op het moment dat bedrijven weer terugkomen, dus doorklikken vanuit die mail,
dat die interesse daar natuurlijk vrij hoog is. En dan kun je bijvoorbeeld er telefonisch contact op gaan nemen. De andere optie is om in je mails bijvoorbeeld formulieren toe te voegen of linkjes naar formulieren, zodat ze zichzelf via je website kunnen aanmelden. De laatste was de opvolging via LinkedIn. Dat kan op twee manieren. Dat kan via LinkedIn contacten of via LinkedIn export in bijvoorbeeld Campaign Manager of Sales Navigator. De LinkedIn contacten kun je handmatig bedrijven gaan benaderen via LinkedIn. Ook dit voorbeeld werkt via ons contactenformulier. Dus op het moment dat je hier ziet van, nou, ik heb, even kijken, ik heb een manager nodig, manager innovatie, dan kan ik hier doorklikken naar zijn LinkedIn profiel. En vervolgens kan ik hem een contactverzoek sturen of een bericht. Ook daar zijn een aantal do's en don'ts die we graag met jullie delen. Kijk, weet wie je een bericht stuurt. Dat is dus het belangrijkste. Zoek voor de juiste persoon en gebruik ook net als in je telefoongesprek weer de interesse die ze hebben getoond. Dus hebben zij op specifiek een aantal interessante pagina's gekeken? Gebruik die informatie ook in je contactbericht. Dus geef bijvoorbeeld aan, nou, zijn jullie ook op zoek naar, en dan kun je een product toevoegen, de naam van het product van de pagina waar zij hebben gekeken. Hou het wel kort en bondig. Zorg voor in ieder geval één call to action, maar ook niet te veel. Je merkt op het moment dat dat te veel zijn, dan gaat het overwelmen en gebeurt er vaak niets. Krijg je daar geen reactie uit. Dus zorg dat ze altijd de reden hebben om te reageren. En maak het daardoor behapbaar en met één duidelijke call to action. Een andere optie is via LinkedIn Sales Navigator. We hebben namelijk een export voor LinkedIn. Deze vind je hier bij de exportfunctie. En zo kun je interessante bedrijven ook eerst exporteren in een template voor LinkedIn. Wij doen dat zelf bij de marketingbureaus die interesse hebben getoond, maar heel groot zijn. Die gaan we eigenlijk altijd eerst opnieuw benaderen. Daar hebben we een bepaald label voor. Nou, dat label kun je filteren en daar maak je dan de export voor. Er wordt dan een bestand gedownload die al in het template staat om in Sales Navigator te kunnen uploaden. En dat ziet er dus als volgt uit. Je kunt bij accountlijsten kun je zo'n type lijst uploaden. En vervolgens bepaal je binnen Sales Navigator welke campagne daaraan gekoppeld wordt. Dus je kunt bepalen wie je wilt benaderen van deze bedrijven. Moet dat bijvoorbeeld overal de eigenaar zijn, de CEO of de founder? Dan kun je dat bij de jobtitles aan toevoegen. En je kunt vervolgens ook zeggen, wat wil je dan doen? Wil je daarin een e-mail versturen, een contactverzoek? Wat moet er eigenlijk gebeuren vanuit deze campagne? Dat is zeker voor LinkedIn een handige. Dit zijn eigenlijk de meest gebruikte drie manieren van opvolging, waar je ook het meeste uit kan halen. Het is goed om een aantal vragen aan jullie zelf te stellen. Op het moment dat je je opvolging vanuit LinkedInfo gaat inrichten, vraag jezelf dan af welke activiteiten bij jullie als organisatie passen. Zijn jullie gewend om outbound te bellen en voelen jullie daar comfortabel bij? Kijk of je de telefoon kan oppakken. Is dat iets wat niet zo gebruikelijk is binnen jullie organisatie en binnen de branche waar je actief bent? Kijk dan naar de mogelijkheden om via LinkedIn of via e-mail eerst te retargeten. Vervolgens raden wij het aan om zoveel mogelijk te automatiseren. Op basis van activiteiten die getoond zijn of de manier van opvolging, maak je het jezelf gewoon een stuk makkelijker als je met templates gaat werken of automatische opvolging op kan pakken. En de laatste tip die ik jullie zeker mee wil geven is combineer. Je ziet vaak dat de sleutel ligt in het combineren van de verschillende mogelijkheden om met iemand in contact te komen. Zodra iemand via verschillende kanalen benaderd wordt, wordt diegene wat onbewuster getriggerd om toch te reageren. En ook helpen daarin bijvoorbeeld de LinkedIn-contacten weer om bij de juiste persoon te komen om telefonisch contact op te nemen. Dus ga zeker die combinaties uittesten samen met je salescollega's om te zien wat het beste werkt en waar je het meeste uit kan halen. Dat was het vanuit mijn kant. Ik hoop dat het de eerste handvaten heeft gegeven om de opvolging goed op te kunnen pakken. Ik zag dat er een aantal vragen zijn geweest en dat mijn collega die al goed beantwoord heeft. Mocht er nog andere vragen zijn, voel je vrij om ze allemaal te stellen. Dan kunnen we ze nu meteen ook behandelen. Kijk, ik zie dat het een en ander aan het typen is. Niels kwam met de vraag of je LinkedIn ook kunt koppelen aan Salesforce. Dat kan zeker. We hebben ongeveer 60 verschillende native integrations. Ik zal ze even laten zien.
Als je naar de instellingen in jouw account gaat, dan vind je hier alle integraties die we hebben. Even kijken. Zo heb je hier ook de koppeling met Salesforce. Die kun je verbinden om op die manier niet vanuit de portal, maar leads door te sturen naar je Salesforce-omgeving om zo de bedrijven op te kunnen volgen. Jolanda vraagt of er ook nog een mogelijkheid is om de presentatie te ontvangen. We zullen automatisch de opname met jullie delen, maar ik zal zeker ook nog even een mail sturen met de slide deck, zodat jullie alles bij de hand hebben en je het nog kunt delen met andere collega's. Geen enkel probleem. Bedankt allemaal voor het volgen van deze webinar. Als er weer andere webinars aankomen, we gaan ze regelmatig geven. Dus dan sturen we jullie zeker een uitnodiging. Bedankt allemaal en iedereen een fijne dag nog.